een plek als deze, waar ja, je staat midden in de natuur. Het is stil, het nodigt uit om echt te kijken. Dat vind ik heel mooi. Het feit dat het ook een plek is waar veel ja, geschiedenis in zit, om het maar zo te zeggen. Nou, je hebt natuurlijk twee contrasten. Hè? Maar als we nou hier rondlopen, is het heel vredig. Je hoort de vogels in de verte. Je kunt lekker op de dijk zitten, uitkijken op Duitsland. Niet wetende dat hier zo zwaar gevochten is. En de restanten daarvan, ja, die staan hier achter de dijk. Dat zijn die zware bunkers die de Duitsers hier hebben gebouwd om zichzelf te verdedigen. Ja, ten tijde van de oorlog, maar ook aan het einde van de oorlog. Voor mij betekent dichten toch een manier om echt naar de wereld te kunnen kijken, denk ik. Het is een expressievorm. Hè? Het is een manier om je te verbinden, maar ook je ja, te fantaseren eigenlijk. Ja. En er is natuurlijk in een van die bunkers een informatiecentrum ingericht, waarbij je een beetje een beeld krijgt van hoe die Duitse militairen hier leefden. Want laten we eerlijk zeggen, we zitten hier een beetje in een uithoek. Dus ja, de mannen die vermaakten zich met sportwedstrijden, et cetera. Maar het front naderde in april 1945 en toen werden de condities hier natuurlijk heel anders. Ja, als je iemand hebt om mee te praten, waardoor je ook je onderwerp op een andere manier kan benaderen, is dat eigenlijk altijd wel heel fijn. Het is een leuke uitdaging om niet alleen je eigen blik in je werk te betrekken, maar ook die van een ander. Ik vind dat altijd heel interessant. Kan je toch een soort dialoog aangaan met de verhalen die iemand je vertelt. En dat wil ik ook wel heel graag doen.